Het is de beurs met de gegarandeerde grafstemming, de uitvaartbeurs. Want de ene is dood, is hier zeker de ander zijn brood. Er rijdt een trein naar niemands land. Hij is op weg naar het beloofde land. Meneer, is dit echt de allerlelijkste grafsteen die u heeft? Nee, dit is juist een hele mooie steen. En onderweg hoor je de engelen zingen. Das sind Grabvasen. Was? Grabvasen im viereckigen Design. Grabvasen? Was sind Grabvasen? Grabvasen? Ja, Grabvasen. Was sind Grabvasen? Grabvasen sind Vasen, die sie aufs Grab stellen. Ah, het zijn vasen voor op het graf, joh. Ik dacht, de Duitsers die verkopen munitie. Als eindstation het paradijs. Het kaartje is een enkele reis. Kost die? 47.700 euro. Exclusief? Inclusief BTW. Hartstikke mooi. Zijn er mensen die dat ook echt aanschaffen? Tot op heden is het nog niet verkocht, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die hem gaan aanschaffen, absoluut. Ja, ik vind het ook niet zo gek, want je duwt toch 50.000 euro onder de grond. Dat is goed. Heeft u goed gezien? Ja. Dat kan best zonde zijn. Zo, mevrouw, dat is een zootje rotzooi op die kist. Ja, vindt u? Maar is hij nog wel te tillen dan zo? Nee, hij is niet meer te tillen deze. Nee, wou ik zeggen, er zijn vijf groene bakken aan puin ligt erop. Ja. Nou, mevrouw, ik geloof dat hij dood is, hè? Deze pop is helaas overleden. U kent de term omsmelten? Ik ken de term omsmelten, ja, klopt. Nou, dan pleur je hem toch gewoon in de oven en dan heb je een klomp goud. Op een of andere rare manier krijg ik er een beetje trek van. Trek in een broodje tataar. In paradijs.